goedenavond. Weg met tenten en containers die meer doen denken aan een vluchtelingenkamp. Eindelijk een sportcentrum die naamwaardig. KSK krijgt alles. Nee, KSK krijgt wel 53% van de rekening voorgeschoteld. Weliswaar op 30 jaar en zonder interest af te betalen. Terwijl alle infrastructuur eigendom van de gemeente eist blijft. Zelfs de infrastructuur die door KSK vroeger zelf werd opgericht. We kunnen natuurlijk ook KSK doodknapen, maar dan zal de gemeente zelf die 53% mogen ophoesten en zal Heist als vierde grootste gemeente van de provincie Antwerpen nog enkel beschikken over provinciaal voetbal. Natuurlijk kost de uitstraling van onze gemeente om te spelen in de tweede klasse handenvol geld. Binnenlandse Zaken en de Belgische Voetbalbond hebben van KSK bij wijze van spreken een wagen van uitzonderlijk vervoer gemaakt. Dit is niet de schuld van KSK. De verhuurder, namelijk de gemeente, moet dan ook zorgen dat de huurder KSK met zijn uitzonderlijk vervoer in het stadion geraakt. En dat kost geld. Noblesse oblige. Als geven van sport vergeet ik natuurlijk ook niet de problemen waarmee Molenzone in Hallaar kampt. We onderhandelen op 15 december met OCMW Lier, eigenaar van de terreinen, om op korte termijn 3 jaar tijd te winnen, zodat een definitieve oplossing op lange termijn kan gezocht worden. Maar dit staat niet los van de intense samenwerking tussen de voetbalclubs in het kader van het reeds bestaande voetbaloverleg. Tot zover mijn bespiegelingen. Nog allemaal een goede avond.